Nederland is een waterland. Het water is overal. Het water zit in ons systeem. Het is vanzelfsprekend. En we raken nooit uitgepraat over de regen. Maar ons klimaat verandert. En we hebben steeds vaker periodes van langdurige droogte. Er wordt dan heel veel water gebruikt, in het klein en in het groot. Er is veel aandacht voor het milieu en duurzaamheid. We schakelen om naar energiebronnen als wind en zon. We recyclen ons afval, zowel in het klein als in het groot. We proberen zuinig te zijn op onze natuur en doen ons best om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Gek genoeg lijken we het water een beetje te vergeten. De gemiddelde Nederlander gebruikt ongeveer 120 liter drinkwater per dag. Er lijkt een onuitputtelijke hoeveelheid van te zijn, maar zelfs in het waterrijke Nederland is dat niet het geval. En dat zorgt voor een nieuwe uitdaging. Hoe houden we genoeg drinkwater in de toekomst? Er zijn 221 waterwindgebieden in Nederland. Die waterwindgebieden liggen vaak midden in de natuur. Zoals bijvoorbeeld hier in Utrecht, bij Beerschoten. Ja, in Utrecht maken we gebruik van grondwater om drinkwater van te maken. En we hebben eigenlijk in de hele provincie hebben we verschillende soorten windgebieden hebben we daar zitten. En dat varieert van Nieuwegein tot Koten en van Leidse Rijn tot Beerschoten. Dus je kan eigenlijk stellen dat iedereen boven zijn eigen drinkwaterbron woont. Grondwater heeft een mooie eigenschap dat het al gefilterd is door de natuur. En zo'n infiltratiegebied, dat zorgt eigenlijk voor dus dat het regenwater heel langzaam door de grond heen, tientallen tot soms wel meer dan 200 meter diep, kan zakken voordat het eenmaal wordt opgepompt. En dat bepaalt eigenlijk ook de tijd dat erover doet dat het regenwater uiteindelijk tot onze bron komt. En dat verschilt van tientallen jaren tot echt duizenden jaren. Dus dat betekent dat het grondwater wat wij oppompen, dat is al van een hele hoge kwaliteit. En ook de kwaliteit daar is heel erg stabiel. Het is een heel waardevol product. Ja, juist dat water zo vanzelfsprekend is en overal aanwezig. En dat het toch iets heel bijzonders is om het uiteindelijk uit de kraan te krijgen. Alles draait om water. Bijzonder is dat we hier allemaal onze eigen kavel kiezen. En met elkaar een soort buurtschap vormen. En dan gezamenlijk de weg aanleggen. En ook leidingen aanleggen, waaronder water, elektra, kabel. Dat doen we dus allemaal zelf, dat vragen we niet aan de gemeente. Iedereen die wekt zelf energie op. En iedereen die zorgt ook voor zijn eigen waterberging en zijn eigen waterzuivering. En wij hebben een grote vijver als waterberging. En dat is niet alleen het water, maar ook het hele bekken daaromheen. En daar vangen we alle water op, dat is regenwater. Maar dat is ook water wat komt uit ons normale watergebruik van de douche en van de wc en van de vaatwasser en de wasmachine. En dat zuiveren we eerst in een septic tank en vanuit die septic tank pompen we dat over in een helofietenfilter. Dat is een soort grindbak of een zandbak waarin riet groeit en dat riet haalt de voedingsstoffen uit het water. Daar groeien ze van en dat nemen ze op en dan komt er gezuiverd water uit en dat vloeit in de vijver. En in de vijver zie je hier een enorme rietkraag. Eigenlijk is de vijver een soort eigen ecosysteem waarin opnieuw nog een nazuivering plaatsvindt. Door het riet, maar ook door de zon die erin valt. De zon heeft ook een belangrijke werking voor het zuiveren van het water. Daardoor is dit heel schoon water. En kunnen we daar zelfs ook waterkers kweken die we weer kunnen eten. Eigenlijk, zoals het in een stad normaal gebeurt, is dat je een riool hebt en zowel het regenwater als de water uit je douche en je kraan komt in de riool en dat ben je kwijt. En hier vangen we dat op en
Niet alleen vangen we dat op, maar kunnen we dat ook opnieuw hergebruiken. En eigenlijk hebben we dat heel hard nodig, omdat je ziet als we droge zomers hebben, dat je in de zomer al gauw water tekort komt. En dan ben je heel blij dat je in de natte seizoen dat je dat water opspaart. En dat dan ook kunt gebruiken om bijvoorbeeld je plant water te geven. We proberen gebruik te maken van water als een soort grondstof die we heel hard nodig hebben. Kijk hier. Bomen is ook behulpzaam om te zorgen dat je niet in de sloot valt. Wij hebben hier voor de grote ontwikkeling van de kavel gebruiken we de principes van voedselbos. Dat betekent dat we veel bomen en struiken hebben geplant die ook iets opleveren, zoals noten en bessen en fruit. Het voordeel is dat die het hele jaar doorgroeien en diep wortelen en eigenlijk voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat je die water geeft. Maar we hebben ook een moestuin en als je daar spinazie kweekt, dan moet je die natuurlijk wel water geven. En daar gebruiken we van een vijverwater voor. Zo kan je heel selectief kiezen van waar besteed je je water aan en ook je onderhoud. Wij zijn blij dat we niet hier ieder onkruidplantje hoeven weg te steken. Maar dat we kunnen zeggen, nou, voor de moestuin, daar besteden we veel aandacht aan. En de rest krijgt de ruimte om te groeien. En die wordt vanzelf steeds mooier en meer een volwassen tuin. Met de verandering in het klimaat zien we dat er soms heel veel water valt en soms dat het ook maandenlang droog is. En we hebben het eigenlijk de afgelopen 3 jaar gezien dat er in elke zomer wel een maand lang is dat er geen druppel valt. Er is hier een kleigrond en dat ziet er soms heel nat en glibberig uit. Maar als het droog wordt, wordt het zo hard als steen. Kan je er ook echt helemaal niet bewerken, kan je er niet in zaaien. Dus daar moet je goed mee omgaan met water, maar ook met het verbeteren van de grond. Bijvoorbeeld als je compost inbrengt, zorg je ervoor dat die toplaag veel beter water kan vasthouden. En dat je dat ook beter kan bewerken. Dus wij kijken ook in de loop van de jaren hoe verbeteren we de grond. Dat je er beter planten in kunt kweken, maar ook dat het beter water vasthoudt. Droogte is eigenlijk iets heel simpels. Er gaat uiteindelijk meer water uit dan dat erbij komt in zo'n bron. En de laatste jaren hoor je heel veel in het nieuws. Met name sinds 2018 hebben ze het over neerslagtekort. Dus je hebt gewoon dat er minder regen valt. Dus uiteindelijk ook veel meer water uit zo'n bron gaat. Waardoor uiteindelijk het grondwaterpeil gaat zakken. En dat zorgt ervoor dus dat je droogte krijgt. En daar leidt zowel de natuur als de omgeving onder. Ja, daar kunnen we ontzettend veel aan doen. Als je alleen ook kijkt naar ons gebruik, we gebruiken op een normale dag zo rond de 120 liter per persoon per dag. De massa gaat zitten in het douchen en in het toiletgebruik. En vooral in de warm weerperiode, dan zie je dat de gemiddelde verbruik ongeveer naar 150 liter drinkwater per persoon per dag gaat. En dat zit dan met name in het watergeven van de tuin. En een kwartiertje tuinsproeien, daar gaat zo al 100 liter in zitten. Dus als je nou daar bijvoorbeeld niet de sproeier pakt, maar een emmertje, dan kan je daar gigantisch veel water mee besparen. Toen ik hier kwam wonen in de jaren 90, toen besloot ik om iedere keer als ik ging douchen een emmertje onder de kraan te zetten tot het warm werd. En dat was eigenlijk verbijsterend veel water. Daar gaf ik dan mijn plantjes water mee, in de winter binnen en zomers buiten. En dat was eigenlijk het eerste begin. Maar toen was er die hele hete zomer en toen heb ik heel veel gesproeid vanuit de waterleiding. En had ik opeens, hoeveel was het ook weer, iets van 7 kuub meer op mijn rekening staan. En toen dacht ik, daar moeten we iets mee. Want in de winter krijgen we die enorme buien met hele ladingen water. En die gaan zomaar het riool in.
Toen ben ik de hele buurt langs geweest hier met handtekeningen om een regenton aan te vragen. Iedereen vond het wel een goed idee. Dus toen heb ik contact opgenomen met mijn woningbouwvereniging. En toen is de aanvraag gedaan en kwam uiteindelijk een pilot met 1 regenton. Ja, het is fantastisch. Je hoort hem echt gorgelend vollopen als er een enorme regenbui komt. Dan is hij echt in 1 nacht vol als het goed regent. Dat weet eigenlijk niemand, want als je een emmertje neerzet zie je maar zo'n stukje. Maar het komt van het dak. Het ziet veel helderder en schoner eruit dan ik altijd dacht. En bovendien, heb ik me laten vertellen, is het veel beter voor je planten. Omdat er veel minder kalk en zo in zit. Het is zachter. En in de winter dacht ik, ja, nu gaat het nog het riool in. Dus toen bedacht ik een challenge voor mezelf. Zal ik gewoon iedere dag een emmer eruit halen en daarmee de wc doen? En dat heb ik de hele winter gedaan. En eigenlijk vond ik het ook een leuk karweitje. Ik heb een 1000 liter tank onder mijn terras gebouwd. Waar ik het regenwater van mijn dak mee opvang. Wat ik gebruik voor verversing van het water van mijn aquarium. Dat is het ideaal zacht water is. Ideaal voor je vissen die ik hou. En het bespaart me op mijn leidingwater. Het is kraakhelder. Je ziet geen verschil. Het is goed, hartstikke goed. Het gaat zo vanuit het dak de tank in, van de tank het aquarium in. Heel veel mensen denken dat jij moet het voorverwarmen of moet het voorfilteren. Ik doe er helemaal niets mee. Makkelijk. 2 vliegen in 1 klap. Elk waterwindgebied heeft een andere samenstelling qua grond. En juist ook dat type grond, dat heeft ook te maken met hoe snel het water er doorheen gaat. Als je kijkt naar de zandgronden, met name in het oosten van ons land, zie je dat echt het water veel sneller er doorheen zakt dan als je kijkt naar gebieden waar veel meer klei aanwezig is. En dat kan je onder andere zien bijvoorbeeld in de slootjes. En daar zie je gewoon echt dat wanneer je op een hoger gebied woont waar ook zandgrond aanwezig is, dat de slootjes gewoon veel lager staan of vrijwel droog staan. En daar zie je de verschillen in. Wij boeren dus in het waterwindgebied met ons melkvee. En hier in het waterwindgebied proberen wij zo te zorgen dat we eigenlijk zo weinig mogelijk nitraat van mest en van kunstmest echt door de bodem in het grondwater komt. Want dat wordt drinkwater. Bijvoorbeeld in ons geval zijn we begonnen met om de koeien in het voorjaar eerder te weiden. En dan niet meer in oktober en november te laten weiden. Aan het einde van het seizoen groeit het gras niet meer zo hard. En zeker als je een heel nat najaar hebt en een koe poept of die plast in de wei, dan gaan heel veel van die nutriënten en zeker de stikstof, die spoelt als het ware zo poep door de grond naar het grondwater en dus ook in het drinkwater. En dat wil je absoluut zien te voorkomen. Dat is een van de dingen waar we op focussen, een laag stikstofgehalte in het grondwater, dus in het drinkwater. Kom meisje, kom maar. Alles wat wij hier aan de bovenkant doen, dat merk je pas op ongeveer 25 à 30 jaar bij de pomput. Dus wat opgepompt wordt, ja, in de glas water komt. In de eerste plaats probeer je de mest die je gebruikt zo aan te wenden dat eigenlijk zo weinig mogelijk van die mest verloren gaat. Want die mest die geven wij niet omdat we de mest kwijt willen. Nee, we geven de mest om onze gewassen te door te laten groeien. En de stikstof die daarin zit, die is erg belangrijk voor ons gewas. Als je de stikstof op een goed moment geeft, dan krijg je ook de beste grasgroei en de beste muisgroei. Je hebt altijd droogteschade doordat er water gewonnen wordt. Maar de afgelopen jaren was het wel extreem. En dat komt helaas ook het watermanagement niet ten goede, maar zeker het stikstofmanagement niet. Want als de grond te droog is, dan gaan je nutriënten worden niet opgenomen door het gras. En dan heb je eerder kans dat het in de grondwater komt. Het is hier eigenlijk allemaal zandgrond. En in dit geval hebben we ook vrij grove zandgrond. Dat betekent ook op het moment dat er echt droogte komt, dat de bovenlaag ook vrij snel uitdroogt.
En dat is echt wel ontzettend lastig. Zeker afgelopen jaar, in 2018, 2019, hebben we gezien dat er heel veel waterbehoefte is. En niet alleen doordat er heel veel uitdroogt door de hitte, maar er wordt ook veel opgepompt. Dus we hebben ontzettend veel echt last van dat het hier droog wordt. Het water wat wij hier gebruiken is eigenlijk alleen regenwater. Maar om een rendement te halen, moeten we zorgen dat het water in de grond en in de sloten, dat die op niveau blijft en dat af en toe een regenbui komt. Dus eigenlijk voor de toekomst zouden wij heel graag zien dat er wordt gezorgd dat er echt water in de gebieden waar het kan, dat er water blijft. Water wat in de vorige maanden, bijvoorbeeld in april, in mei valt, dat het niet meteen wordt afgevoerd, maar in het gebied wordt gehouden. En natuurlijk op momenten dat het te nat wordt, moet het afgevoerd kunnen worden. Maar in afval zorgen dat op de droge momenten zoveel mogelijk het zoete water opgeslagen kan worden in het gebied. Wat opgepompt wordt, wordt eigenlijk het meeste verspild door het schone water in door de wc te spoelen, zou ik maar zeggen. En de tuinmiddelspoor in. Wees alsjeblieft heel erg bewust van het drinkwater. Het is de hoogste kwaliteit water wat je kunt krijgen. En alles wat hier uit de zandgronden opgepompt wordt, is hartstikke schoon. En daar moeten we ontzettend met elkaar heel zuinig op zijn. Want als we het alleen uit de rivier moeten halen, dan is de opdracht voor de waterwinbedrijven een stuk groter. Want daar zitten medicijnresten in en andere producten die veel lastiger eruit te halen zijn. Hier heb je een natuurlijke zuiveringslaag, zou ik maar zeggen. Ik weet niet hoe diep als de putten zijn, maar iets van 80 meter of zo. Dus die laag daarboven, dat is allemaal zand en dat filtert ontzettend goed het water. Veel beter water als wat hier opgepompt wordt, dat vind je eigenlijk niet.